Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft na een jarenlange inactieve periode een doorstart gemaakt. Afgelopen zaterdagavond hebben de leden van SVJ tijdens een bijzondere vergadering het bestuur aangevuld. Dit bestuur, dat jarenlang door Wilfred Lewin als voorzitter en Edward Troon als ondervoorzitter werd vertegenwoordigd, is aangevuld met de leden Carla Boetius, secretaris, Harvey Panka, penningmeester en Giovanni Seggen, commissaris. Op die vergadering is ook de doorstart gesanctioneerd, waarmee is aangegeven dat de SVJ nieuw leven is ingeblazen. Ter bekrachtiging hiervan hebben alle aanwezige SVJ-leden een historisch document getekend. Daarin zijn de redenen voor de doorstart aangegeven en verklaren de leden onomwonden achter de doelstellingen en idealen van de journalistenorganisatie te staan. Na de bijzondere bijeenkomst is er een algemene ledenvergadering gehouden waarbij de aspirantleden Eliezer Pros, Safira Arnhem, René Gomper en Raoul Lid zijn toegelaten als lid van de vereniging. De opleving van SVJ bleek noodzakelijk nadat een groep journalisten publiekelijk haar misnoegen heeft geuit over de inactieve vereniging. Door een adviesgroep is toen het pad uitgezet om de ontstaande padstelling te doorbreken. Deze actie, ondersteund door juridische bijstand en advies van een verenigingsdeskundige, heeft ertoe geleid dat het doorstart is gemaakt. Op de ALV is het besluit genomen binnen 3 maanden bestuursverkiezingen te houden.